Nu de vier belangrijkste partijen hun handtekening hebben gezet onder de realisatieovereenkomst, is er geen weg meer terug. De omgeving van treinstation Beek-Elsloo wordt voor ruim 11 miljoen euro grondig opgeknapt. De gemeenteraden van Stijn en Beek en de gedeputeerde staten zijn recent akkoord gegaan met de miljoeneninvestering. En dat na een, zoals regiodirecteur Dimitri Kruik van ProRail het noemde, hobbelige weg. Danny Hendricks ligt toe. Financiën, treinvrije periodes die ingelast moesten worden, gronden, leidingen. Er kwam altijd wel iets tussen. Maar nu verwacht ik geen hobbels meer. Er is zelfs al een periode vastgesteld dat er geen treinen op dit deel van het spoor zullen rijden. Burgemeester Marion Leurs-Mordang van Stijn heeft twee woningen aan de Kinskriestraat voor 3 maanden gesloten nadat er verdovende middelen zijn gevonden. Met de tijdelijke sluiting wil de gemeente Stijn een duidelijk signaal afgeven. De veiligheid van onze inwoners staat altijd voorop. Daarom wordt er intensief samengewerkt met onder andere de politie. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt en we kunnen ingrijpen waar dat nodig is, aldus de burgemeester. Zin in een gezellig fietsuitje met een groep vrienden, het hele gezin of in je uppie? Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de fiets-driedaagse Elsloo van zaterdag 15 tot en met maandag 17 juli in het prachtige Zuid-Limburg. Deze fietstocht met afstanden van 35 en 50 kilometer is geschikt voor alle leeftijden. Tijdens deze tochten, herkenbaar voor de fietsers aan de gele pijlen en bewegbewijzering, waarbij u de mooiste stukjes Nederlands en Belgisch Limburg bezoekt, verzorgt Spas Promotion een rustpost waar u met andere fietsers van een hapje en een drankje kunt genieten. Inschrijven is mogelijk bij het Maasland Centrum in Elsloo op de dag of dagen waarop u wilt fietsen. Iedere dag wordt daar gekozen voor een andere richting met mooie vergezichten langs bos en veld. U kunt op alle dagen tussen 9 en 3 inschrijven. Het dagtarief bedraagt €2,50 per persoon en een 3-dagen kaart kost €6. Kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Voor meer informatie ga naar www.spaspromotion.nl. Het zomercarnaval event Urmond vindt plaats op de parkeerplaats van voetbalveld Urmondia aan de Zwentjeboltlaan. Zaterdag 15 juli is er een braderie georganiseerd van 12 tot 6. En vanaf 5 uur is er een artiestenprogramma met gratis entree. Zondag 16 juli is er een Limburgse middag en vanaf 3 uur zijn de deuren geopend. Vanaf 4 uur zijn er optredens van diverse artiesten en de avond duurt tot 10 uur. Werkgroep Joan Meijs is voor onbepaalde tijd gestopt met het schoonhouden van een natuurgebied langs de Maas. Spoed is essentieel om ervoor te zorgen dat deze parel in Meers een parel blijft en geen festivalweide wordt. Joan Meijs heeft daarom een brandbrief gestuurd aan burgemeester Marion Leurs-Mordang en de gemeenteraad van Stijn. Al een aantal jaren worden er meldingen gedaan bij de gemeente, natuurmonumenten en Rijkswaterstaat over de problematiek in de zomerperiode, als aan de Maas grote hoeveelheden zwerfvuil blijven liggen door met name groepen jongeren die daar recreëren. Tevergeefs. Van behoudens uitingen van begrip gebeurt er in werkelijkheid helemaal niets. De werkgroep, onderdeel van DOP Meers, houdt zich sinds 2013 bezig met het schoonhouden van het kerkdorp. De toestand van het natuurgebied baart nu grote zorgen. Recreëren moet blijven kunnen, ook voor de jeugd. Wel dient iedereen er rekening mee te houden dat dit een natuurgebied is met vrijlopende grazers.
De dieren aan het milieu zijn niet gebaat bij grote hoeveelheden zwerfvuil, met in het bijzonder gebroken glaswerk. Vanwege een spanningsprobleem in de gemeente Beek wordt er vanuit de gemeente Stijn extra elektriciteit gelegd. Firma Van Vulpen gaat in opdracht van Enexis een grote boring maken onder de Steinderweg door tot aan de rotonde aan de Koolweg. Daarna wordt er nog geboord vanaf de rotonde Koolweg naar het station Business Park in Elslo. De werkzaamheden vinden tot en met eind juli plaats in verschillende fases. Door de grote drukte regelen verkeersregelaars de omleidingen voor fietsers.